activiteiten waar je gewoon goed mee genereert. Maar allereerst wil ik voorstellen aan Simon. Hartelijk dank dat jullie vandaag aanwezig wil zijn. Hoeveelste wijkhub is dit nou in Rotterdam? Volgens mij ergens in 324, als ik het goed onthouden heb. Op het eind van het jaar moeten we er 39 hebben. Deze start met woensdagochtend open, dat is natuurlijk veel te weinig. Dat wordt meer op maandag en vrijdag. En het is een plek waar de IJsselmondenaren gewoon zonder afspraak naartoe kunnen als ze vragen hebben over hun wijk. Dit is zeg maar, ik ben trainee bij de gemeente Rotterdam en ik had dus opdracht of een project had ik gekregen om de wijkhub in IJsselmonden op te starten. Dit is dus ook zeg maar na een half jaar, het heeft een half jaar ook geduurd om het voor elkaar te krijgen. Maar dat vond ik een mooie afsluiting zeg maar. Dus vandaar dat ik op de foto ter afsluiting vond ik wel leuk, een leuk idee. Schoon en veilig. Over aanvragen, over vuil op straat, maakt niet uit, energietoeslag. Hier komen mensen te zitten die die vragen kunnen beantwoorden. Je hoeft geen afspraak te maken en je krijgt ook nog een bakje koffie. Komt ie, 1, 2. Sterker nog, de plek die wij hier nu zien is vergelijkbaar met een fysieke 1410. Dus welkom bij de wijkhub van de Tuinenhoven. Bent u blij met de nieuwe wijkhub? Ja, ik ga wat zien wat ze gaat doen. Ja, ik ben benieuwd wat ze gaat doen voor de buurt. Want de buurt heeft het nu. Hallo hier. Je moet tegen Oost-Vellewin. Ja, tegenover horen, dat maakt niet uit. Nou, ik ben binnen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor de realisatie van die wijkhubs. Het is nummer 22, daar mogen we echt trots op zijn. Er komen 39 in Rotterdam, dus elke wijk krijgt een wijkhub. En het is prachtig om te zien dat het eigenlijk een ontmoetingsplek is voor heel veel partners van de gemeente. Maar mensen die eigenlijk betekenisvol zijn voor de wijk. Eigenlijk wat de bewoners in de wijk nodig hebben. En wat wij doen is eigenlijk op het gebied van jeugd, jongeren, ouderen, volwassenen een programma draaien voor al die doelgroepen. En wij zien ook de wijkhub hier in deze buurt een belangrijke plek. Waar wij ook met jongeren activiteiten gaan doen, programmeren in samenwerking met Cousina en de wijkhub. Ik zie dit gewoon een hele mooie plek waar mensen bij elkaar komen. En wij zijn daar een onderdeel van. En dit is een uniek concept hier in IJsselmonden, omdat je eigenlijk al een partner hebt. Hè? Met culinaire hoogstandjes. Die eigenlijk al die verbinding realiseert met de gemeente. Dus daar mogen we trots op zijn. Kijk, het is een afgelegen wijk ten opzichte van andere wijken. Dus het is nog meer belangrijk dat je eigenlijk dicht bij de bewoners als gemeente, als overheid moet komen. En met zo'n wijkhub hopen we dat wat sterker te doen. Dus nog meer dicht bij de bewoners. Welkom bij een nieuwe aflevering van Pendrecht Proeft. In de huiskamer Aardgasvrij Pendrecht koken we de lekkerste gerechten uit de wijk. Wel op inductie natuurlijk. Kook je mee? We zijn er weer, een nieuwe aflevering van Pendrecht Proeft. En vandaag een hele speciale. Ik heb namelijk een hele jonge bewoonster bij me. Ramma, welkom. Wat leuk dat je er bent. Hoi. Ramma, wat gaan we vandaag maken? Ik ga gebakken rijst maken. Dat is een typisch Surinaams gerecht dat mijn ouders altijd maken. Het is gewoon rijst oppakken en je kan er van alles een beetje in doen wat je in huis hebt. Een beetje restjes opmaken. Heerlijk. Klinkt super, toch? Wat hebben we nodig vandaag? Vandaag gebruiken we maïs en dan twee soorten bonen, bruine en kidneybonen. Wat knoflook en ui, eieren, rijst natuurlijk en kip. En dan voor kruiden gebruiken we peper en zout, sojasaus, komijn en olie. Wij gaan lekker aan de slag. We gaan koken. Let's do it. Jij mag zeggen wat ik mag doen. Was jij de bonen maar. Ik was de bonen. Kijk.
rijst moet je eigenlijk een paar keer wassen totdat het helder begint te worden. Kijk, nou dan weten we dat ook weer. Hey, en we hebben 7 kopjes rijst. Dat is 6 kopjes. 6 kopjes rijst inderdaad. Dus dat is voor ons 450 gram rauwe rijst. En dan doen we 7 à 8 kopjes water. Ja, toch? Altijd ongeveer 1 of 1,5 kopje meer water dan je rijst. Ja. We gaan hem nu opzetten en normaal gebruik je misschien een rijstkoker. Jij ook, hè? Ja. Dus het is voor jou een eerste keer op inductie. Belangrijk met rijst is dat hij in ieder geval niet te hard staat, want anders dan brandt de onderkant natuurlijk heel snel aan en dan is die rijst niet gaar. Kijk, nu staat hij op. Het is alleen maar wachten. Wat gaan we nu doen? Alles voorsnijden, uitjes en knoflook snijden. Wat mag ik doen? Jij mag uitjes snijden, anders sta ik hier straks te janken. Kijk, nu mag ik lekker janken. Ja. Zo. Een bos uitje. Hey, en we hebben dan 3 teentjes. Ja. Knoflook, toch? Ja. En 1 uitje. Kan je dit ook met rode ui doen, bijvoorbeeld? Ja, het varieert gewoon naar jouw eigen smaak. Als jij zin hebt in rode ui, dan doe je rode ui. Ja. Kijk. Zo. Zo. Kook je thuis ook veel? Vind je het leuk? Valt mee. Meestal koken mijn ouders, maar als ik zin heb of tijd heb, dan kook ik wel. Oh, daar gaan die uien. Hey, en wie kookt er nou het lekkerst in je omgeving? Oma. Oma? Ja, mijn oma. Wat is het allerlekkerste wat oma maakt? Ik denk roti of bara's. Hey Ramma, en hoe koken jullie thuis? Hebben jullie een gasfornuis of koken jullie elektrisch? Thuis hebben wij nog een gasfornuis. Ja? Maar we moeten overschakelen op elektrisch, dus we moeten nog een inductieplaat halen en installeren. Nou goed, de rijst die is bijna klaar. Nou, we gaan even alles in bakjes doen. Want het enige wat we nog moeten doen is de kip snijden, toch? Ja. En daarna kunnen we lekker beginnen. Hoe wil je die kip gesneden hebben? In blokjes. In blokjes. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ramma, wat vind jij er eigenlijk van dat Pendrecht van het aardgas afgaat? Weet je eigenlijk wat we daarmee bedoelen? Dat is dat we dan niet meer gas gaan gebruiken uit Groningen en zo. En wat vind je daarvan? Ik vind het prima zolang het mij maar niet affecteert of zo. Dus bijvoorbeeld dat je van gas op inductie moet koken, vind je dan niet erg? Nee, ik leer er wel aan wennen. En op zich, het is ook goed dat ik een keer verandering heb. We hebben alles gesneden. Alles staat klaar, toch? Ja. Dus we kunnen beginnen met het bakken van de rijst. Maak het lekker met een vork los, zodat het niet één grote klont wordt. Zo. Welke volgorde gaan we aanhouden om de gebakken rijst te maken? Wat gaan we eerst doen? De uien en de knoflook. En ja. De kip, omdat die moeten we in kasripo maken. In de wat? In de soja. In de soja. Hoe noem je dit? Kasripo. Kasripo. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Wat leer je ons veel vandaag? Wat goed. Ja, dus dan de kip en dan de bonen en de maïs en dan pas de rijst. En dan dus op het laatste de rijst. Ja. Uien erbij. De knoflook. De bosuitjes mogen ook. We waren een beetje voor het laatste. Ja. Kunnen we het mooi opmaken? De kip mag er nu al bij. Mag de kip erbij? Nou, geef ik jou de kip. Zo. Nou, en we doen er nu kip bij. Maar je kan het gerecht ook vegetarisch maken, zoals Ramma al zei. Maar voor dit recept, kijk heel even op de website. Alle ingrediënten en de bereidingswijze kun je daar opzetten. Zo. Dat is 2 eetlepels zag ik. Ongeveer wel. Ongeveer. Wil je dat ik misschien de eitjes van bak? Ja. Dus je wil dat ik eigenlijk gewoon een omelet maak? Ja. Dat ga ik doen. Nou, dan tik ik de eitjes even in het kommetje. Nou, in de tussentijd doe ik het eitje even loskloppen. Dan doen we een beetje zout erbij. Als mijn ouders voor zichzelf maken, dit gewoon voor lunch, dan doen ze soms een chili peper erin. Echt een pepertje. Of een Madame Jeanette. Madame Jeanette. Ik heb wat olie in de pan gedaan. Ik denk dat de bonen er niet bij kunnen. Zo, dan pak ik ook even de maïs. Gooi ik even het eitje in de pan.
We hebben deze nog. Wat is dit ook alweer? Komijn. Als er een kans is voor komijn, doe ik het erin. Maar niet te veel, anders wordt het veel te sterk. Ja, precies. Het eitje, dat is bijna klaar. Hij bakt niet aan, dus dat is mooi. Kijk, hoe vind je hem? Zo. Goed? Wel lekker uit, ja. Kijk. Wat vind je eigenlijk van de wijk Pendrecht? Ik vind het een hele gezellige wijk. In mijn straat is iedereen ook heel betrokken en close met elkaar. Wat leuk. Dus ja, ik zie ook vaak mijn buren, dus dat is ook wel gezellig. Zo. De rest moet er nu bij. Maar wel deel voor deel, anders gaat dat eruit vallen. Deel voor deel. Ja. Zeg jij stop? Zo. Heb je honger? Ja. Ik ook. Dat was hem al bijna, hè? Ja, het is al bijna klaar. Lekker. Zo, nu kwam de ei erbij. Zo. En komijnzaad? Ja, daar kunnen we een handje van toevoegen. Een handje, dit allemaal? Nee, zo. Ook weer op gevoel, hè? Ja, een beetje op gevoel. Niet te veel. Zo. Zo, is nu goed gemixt. Nu kunnen we het aftoppen met de bos uit. Zo, ik heb echt veel geknoeid. Hoort erbij, toch? Heb ik van papa. Oh, is papa ook rommelig in de keuken? Ja. Kijk, het ziet er toch gelijk mooi uit. Voor de aesthetics. Ja, dan is het nu eigenlijk al klaar. Lekker. Ja. Nou, de plaat kan uit, hè? We zijn klaar. Jam. Ik vind het lekker. Heerlijk. Mama, dankjewel dat je dit recept met ons wilde delen. Wil je dit recept nou ook maken? En het is 100% een aanrader. Kijk even op de website. Maar zoals Rama zei, gewoon freestylen, precies. Erin gooien wat je wil. Dat was hem, hè? Ja. Dat was hem, we gaan gewoon lekker eten. Doei doei! Geen mollen. Betekent geen goede biodiversiteit, want er is geen eten in de bodem. Of hij kan er niet bij komen. Kan ook. Hoe krijgen we de mol terug? Een beetje aardig voor hem zijn. Dit zijn molshopen hier. Dit zijn molshopen. Nou, hier ligt er ook gewoon zand. Zanderig grond ligt hieronder. Eén mol kan heel veel molshopen maken. Dus het hoeft niet per se te zijn dat dit door heel veel mollen gedaan is, maar dit kan ook gewoon door één mol gedaan zijn. De KNNV houdt zich bezig met veldbiologie, dus alles wat buiten groeit en bloeit. En dat willen we graag leren kennen. We staan vandaag op bij Kreekhuizen en we zijn bezig met de mollentellingen te doen. Dit weekend is mollentelling en dat is een project van de zoogdiervereniging Ravon. En die wil graag landelijk weten van waar zitten de mollen. En omdat er vanaf februari de mollen lekker weer actief worden omdat ze op zoek gaan naar een partner, kun je dus heel veel molshopen tegenkomen. En dat zie je hier ook. Je ziet een hoop molshopen en die kun je ook invoeren. En op die manier kun je landelijk zien hoe het gesteld is met de mol. En de IJsselmondse mol? Nou, daar gaat het denk ik best wel goed mee, aangezien ik elk jaar weer nieuwe molshopen vind. De mollen is een jaarlijkse terugkerende activiteit die nog niet zo bekend is. Wij zijn overigens ook nog niet zo bekend. We bestaan nog maar een jaar. En mollen zijn ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van onze bodem. Daar hebben jullie onderweg van Sharida al een en ander over gehoord. Hij graaft een gangetje. En hij gebruikt het losgemaakte grond gebruikt hij eigenlijk om zijn gangstelsel te verstevigen. En alles wat hij overhoudt aan grond, wat hij dus binnen in zijn gangstelsel niet kwijt kan, dan probeert hij omhoog te douwen. En dat zijn die molshopen die je ziet. Ja, we hebben hier een restant van een molshoop waar we wat schepjes uitgenomen hebben om te kijken of hier toevallig ook bodemdiertjes in te vinden zijn. En wat gaan we ermee doen? We gaan bij Energiehuis hebben we allerlei spullen staan, loepjes en dergelijke. En daarmee kunnen we wat beter naar de dieren, naar de bodemdieren kijken, omdat die best wel klein kunnen zijn. Wat denk je aan te treffen? Nou, ik hoop wel dat we in ieder geval een regenworm aan kunnen treffen. En wat andere kleine bodemdieren als pisbedden en misschien wel springstaartjes. We hebben een bodemmonster meegenomen.
Dat is de mossenhoop die we open hebben gegraven. En kijken of daar insecten in te vinden zijn die waarschijnlijk door de mol gegeten worden. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het wel verhelderend hoor. Het opent je ogen weer voor een stuk natuur. En nu verbaas ik me erover dat die mol toch best wel honger gehad heeft. Want ik kan echt niet veel vinden.